Op baan 1 Matthee Danis, op baan 2 Richard Kuipers, baan 3 Jezus Christos Vlasopoulos, baan 4 Jules Dijkshoorn, baan 5 Lucas en baan 6 Kirill Rappens. Dijkshoorn gisteren de snelste tijd. Komt in de snelste tijd in deze C-finale 1.0087 en keert hier nu als derde 29.93. Rapkens aan de leiding 29.66 en Luc Bos de tweede tijd 29.87. Ligt dicht bij elkaar deze heren. Zij de laatste 25 meter gaan zwemmen. Ja, dan zien we inderdaad dat het allemaal vrij dicht bij elkaar ligt. Dat klopt ook wel, want de eerste vijf tijden zitten ook dicht bij elkaar. Maar hier dus de spannende finish van deze C-finale met licht aan kop daar in baan nummer 4, Niels Dijkshoorn. En dan zien we die aantik inderdaad, Niels Dijkshoorn 1-2-0-3. Dat is maar 300ste van een seconde met Luc Bos 1-2-0-6 zwemt hij. En Grapkens als derde 1-2-4-30. Een hele spannende C-finale, 100 meter rugslag. Stefan! Een officiële uitslag is bekend en die verschijnt zometeen in uw beeld. Daar komt hij aan van deze C-finale 100 meter rugslag. En gereed staat de B-finale opnieuw van de heren 100 meter rugslag.